Yo, what up, it is your boy, Mr. TLP. Welkom bij een nieuwe uitzending van TBM Sports. Nou, we gaan het heel even hebben over Ten Hag. Want sinds vandaag is het bekend dat Ten Hag natuurlijk ontslagen is. En ja, dat is iets wat ik natuurlijk in mijn vorige aflevering ook al heb aangehaald. Met de titel, gaat Ten Hag de kerst wel halen? Nou, het antwoord is nee. En de vorige keer had ik ook al aangegeven dat ik zelf ook al gewoon het idee had. En het vermoeden. En ook wel eigenlijk de overtuiging dat Ten Hag het natuurlijk niet zal gaan halen tot de kerst. En laten we heel even gaan kijken, weet je, waar ligt het nou eigenlijk allemaal aan? Zijn het alleen maar de tegenvallende prestaties? Of speelt er ook meer? Laten we heel even snel gaan kijken naar wat de oorzaken kunnen zijn. Nou, bijvoorbeeld in het begin was er natuurlijk al heel veel heibel, heel veel gedoe met Ten Hag en Cristiano Ronaldo. Dan zou je kunnen zeggen van ja goed, weet je, Ten Hag toont wel gewoon lef. Het toont ook gewoon ballen. Om tegen Ronaldo te zeggen van luister gast, ik heb je niet nodig. En ik ga het wel gewoon klaren, weet je wel, met de spelers die ik hier heb. Want ik wil niet dat jij bijvoorbeeld spelers als Rashford in de weg gaat staan. Nou ja, goed, weet je, Rashford heeft het natuurlijk ook gewoon laten afweten. Heeft één heel goed seizoen gehad. Daarna was het gewoon niks. Dus Rashford heeft Ten Hag natuurlijk ook gewoon laten vallen. Dan kregen we ook nog gewoon de perikelen met Sancho. En dat is natuurlijk ook iets, zeg maar, waar best wel veel over te zeggen valt. Een excuses eisen van een bepaalde speler. Ja, goed, weet je wel, wil je daarmee in de clinch liggen als trainer zijnde van een grote club? Kijk, ik denk dat je best wel een voorbeeld kunt nemen aan Ancelotti. Ik denk dat hij gewoon tegen Sancho en Cristiano Ronaldo zou hebben gezegd van, weet je, jullie staan er gewoon in. En zorgen jullie nou maar gewoon voor de 3 punten op het veld. En de rest is bijzaak. Want dat zie je ook gewoon bij Real Madrid. De spelers moeten het doen. En kijk, als Real Madrid tegen Barcelona nou bijvoorbeeld 4-0 voor had kunnen staan. En ze maken de kansen gewoon niet af. Ja, dan kun je Ancelotti natuurlijk niks. Je kunt hem niet betichten, weet je wel, van een slechte trainer te zijn. Want hij moet gewoon de poppetjes op de juiste plek zetten. En nou, dat doet hij. Ja, dat doen we allemaal. In FIFA zouden we eigenlijk gewoon dezelfde opstelling gebruiken. Of PES of whatever. Laten we heel even teruggaan naar Ten Hag. Als ik nou bijvoorbeeld de laatste wedstrijd bekijk en even snel analyseer. En wat er is misgegaan. Als ik kijk naar de wedstrijd zelf. Ontbrak het eigenlijk maar gewoon in één ding. En dat zie ik gewoon steeds veel vaker terugkomen in heel veel wedstrijden. Ze creëren genoeg kansen. Voetballend zit het prima in elkaar. Maar je hebt wel gewoon een type, laat ik zeggen, misschien wel Haller nodig. Die ze wel gewoon voor je erin schiet. En dan merk je wel dat Garnacho gewoon niet op scherp staat. Misschien ook niet goed genoeg is. Ten Hag heeft natuurlijk wel spelers als, weet je wel, oké, Garnacho een kans gegeven en Maino. Maar aan de andere kant heeft hij spelers ook niet beter gemaakt. Want er is niet één speler waarvan ik zoiets heb van, deze speler is, om even in FIFA ratings te blijven, van 80 naar 93 gegaan of zo, weet je wel. Dat, sterker nog, dus bij sommige spelers is het zelfs zwaar omlaag gegaan, weet je wel. En dan haalde ik al een speler als Rashford aan. En wat
Ten Hag zelf ook moet begrijpen. Dus, hij heeft natuurlijk heel veel Nederlandse spelers, spelers vanuit Ajax gehaald. Anthony, 100 miljoen voor neergelegd. Echt helemaal niks laten zien. Nou, ik had het toen net al over spelers waarvan de rating omlaag is gegaan. Ja, ik denk dat Anthony nu rond de 60 zit of zo. En Ten Hag heeft één fout gemaakt. Kijk, bij Manchester United moet je er gewoon meteen staan. En kun je niet gaan bouwen aan een ploeg. Weet je wel, ik denk dat je het eerste jaar, weet je, dat je dan nog wel de tijd krijgt om wat zaken, zeg maar, te regelen. Maar als dit gewoon te lang duurt, tweede seizoen, derde seizoen, weet je wel, ja, je wint hier en daar, win je wel een cupje, weet je wel, maar ja, goed. Wat stelt dat nou eigenlijk voor? Want veel teams komen gewoon met hun tweede elftal op de been zetten. En dus eigenlijk heel erg slecht van Ten Hag. Want normaal gesproken, weet je wel, ik had vorig jaar nog wel geroepen van, als hij ontslagen wordt, wat trouwens ook nog een keer een dingetje is, want hij heeft nu iets van 15 miljoen euro meegekregen. Nou, daar hoef je geen traan om te laten. Hadden ze hem eerder ontslagen, dan zou het iets van, volgens mij, 12 of 10 miljoen zijn geweest. Dus ook op dat gebied, weet je wel, is Manchester United gewoon zwaar aan het slapen. Financiële huishouding, weet je wel, slaat gewoon nergens op. Geven veel te veel geld voor middelmatige spelers. Er is te veel middelmaat. Als jij 7 à 800 miljoen hebt uitgegeven, ja, dan had je eigenlijk gewoon Haaland, Mbappé en Vinicius kunnen halen voor dat geld. En dan haal je Zirkzee en Højlund, ja, allemaal leuk en aardig. Maar dit is geen Pro Evo Master League waar je de tijd krijgt om spelers beter te maken. En dus ik had het eigenlijk al voorspeld. Ten Hag haalt de kerst niet. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel fijn voor hem dat hij in ieder geval weet dat hij met de kerst ook gewoon thuis is. En hij kan de ballen gaan ophangen en de piek en noem maar op. En goed. Daar wilden we het gewoon even over hebben in deze uitzending van TBM Sports. Doe dat duimpje omhoog en abonneer. En we checken ons later.